Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. We gaan terugblikken op het weekend, het koude weekend, want het was fris op de velden. Het zatervoetbal waar we aanwezig in Leiden bij GHC tegen RAS, restant van de wedstrijd. En het zondagvoetbal belichten we het duel tussen Vuk en Wilhelmus. En verder hebben we een item met Ferry Bodden en Rob Meppelink. We gaan beginnen met het zaterdagvoetbal. RAS moest voor één helft naar Leiden, naar GHC. RAS begon met een achterstand, maar won tenslotte toch met 2-3. Drie kwartier voetbal, maar daarin gebeurde van alles. Vier doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Na afloop spraken we met de trainer van RAS, Eki Korte. GHC RAS, één helft te spelen. Er is een heel verhaal over te vertellen. Daar kom ik dadelijk op terug. Beginnen, Eki. Je moet één helft spelen met 10 man, 1-0 achter. Is dan je voorbereiding anders dan anders? Met 10 man, tegen 10 man, hè, uiteraard. We hadden 11 tegen 10. Dan is je voorbereiding wel iets anders dan normaal. Hè. Je stelt je erop in dat je sowieso moet scoren. Hè. Je sowieso een punt. En je stelt je erop in dat je tegen 10 man speelt. Hè, waarbij je dan ervan uitgaat dat een tegenstander in de verdediging gedrukt wordt. Hè, in de verdediging gaat. Hè, en daar hebben we deze week hebben we daar inderdaad een rekening mee gehouden. Dan zeg je wel van, ja goed, 1-0 achter, 1-0 te spelen, dan moet je aanvallen. Ja, tussen moeten en kunnen, dat is wel een verschil. Nou, ik moet zeggen, de eerste 10 minuten zag het er niet uit dat hun een mannetje minder hadden. Integendeel, dachten van nou, volgens mij hebben wij een man minder. He, maar na 10 minuutjes pakken we het op, he, dus zetten we het iets anders neer. He, dat was ook de afspraak van tevoren, dat we niet gelijk met 4 spitsen zouden beginnen, maar na een minuut of 5-6 dat we dat om zouden wisselen. Ook om de tegenstander een beetje in verwarring te brengen. Nou, vanaf dat moment pakken we het wel goed op en dan hebben we ook zeker de afvallende bal, die was constant goed voor ons. En vanaf een minuut of 10, 15 denk ik dat wij dan, ondanks de 2-0 achterstand die we dan nog oplopen, hè, dat we dan goed in de wedstrijd zitten en dan de kansjes die je creëert, hè, of het dan met hulp is van de scheidsrechter, daar kunnen we over discussiëren. Hè, maar dan weer deze wedstrijd. En terecht of niet, 3 punten zijn belangrijk. Goed, nog eventjes terug naar die fase. Net in die fase waarin jullie dus wat beter gingen voetballen, kom je eigenlijk ineens op die 2-0 achterstand. Ik denk dat de keeper zich een beetje verkeek op die bal. Hij dacht dat hij ernaast ging. Ja, dat denk ik. Ik heb hem nog niet gesproken, maar Danny is zelf ook kritisch op zichzelf. En die zal beamen dat hij verkeerd heeft ingeschat. En, ja, een bal van 40 meter mag er in één keer niet zo in. Goed, dan sta je met 2-0 achter. Dan denk je, nou, het is een verkeken zaak. Maar dan breken er 2 knotsgekke minuten aan. Beschrijft hij zelf eens. Ja, inderdaad, een bal vanaf de zijkant waardoor mijn spits van achter wordt aangetikt. Ik sprak net een jongen van GHC en die zei dat hij de bal speelde. Ja, en ook zijn voet. Scheids ziet er een penalty in. Ja, goed, die wordt goed ingeschoten. Nou, en dan weet je dat je dan weer de hoop krijgt. En GHC weet dan ook van het wordt toch weer moeilijk. En dan daarna gebeurt er een hensbal in de 16 meter. Ja, dat was ook wel hens. Hè? En ik kan me voorstellen dat een tegenstander dan gaat protesteren. Maar ja, die jongen neemt hem met zijn arm mee, met zijn hand mee. Dus dan is het ook een penalty. Nou, we hebben de regel dat dezelfde speler hem dan ook weer gewoon neemt. Hè? Hij schiet hem goed in. En dan breekt, geloof 10 minuten later, komt dan weer die 3-2. Ja, en dat was wel een vrije trap die we vaak oefenen ook. Hè, en waarbij de lange laatste man voorstopper die dan meegaat, nou, die kopt hem prima in. En wat er daarna gebeurt, ja, goed voetbal was niet mogelijk. En vrouwen en kinderen eerst. Hè, en 3 punten in de zak en naar Den Haag. Goed, 3-2 winnen, je zegt het al. RAS is in ieder geval uit het dal gekropen. Hè. Het begon in het begin van het seizoen wat minder. Je hebt er altijd vertrouwen in gehouden. Nou, je ziet de punten gaan nu vanzelf komen, zelfs hier uit bij GSC. Ja, een matige start, zeg maar, gerust een hele slechte start gehad. En de laatste 4 wedstrijden pakken we 10 punten of 11 punten zelfs. En ja, dit doet wel eventjes goed, hè, dat we gewoon richting middenmoot kunnen kijken. Maar ik heb ze ook de afgelopen 4 weken volgehouden dat we er nog lang niet zijn. Hè, want we hebben nog zat wedstrijden. En 2 wedstrijden winnen, dan sta je inderdaad in de subtop, bij wijze van spreken. Maar 2 wedstrijden verliezen, sta je ook weer op degradatieplek. Dus we moeten niet in die wolken gaan lopen. We moeten gewoon lekker wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken. Afsluitend, je bent in je laatste seizoen bezig bij RAS. Dat was van tevoren al zo afgesproken. Als je dan verder kijkt, jouw ambitie, ligt die nog steeds in het zaterdag? Of zeg je zaterdag, zondag, het maakt mij niet uit? Het maakt mij niet zo heel veel uit. Als het een goede club is met ambities, waarbij je lekker kan werken.
En waarbij er wel perspectief is op leuk team, hè, prestatief, hè, dan maakt het mij niet zo heel veel uit. Ferry Bodde werkt bijzonder hard aan een terugkeer in het team van Swansea City. Nadat hij voor de tweede keer een zware knieblessure had opgelopen. Bij die revalidatie wordt hij geholpen door Rob Meppelink. Haaglander Voetbaltotaal sprak met beiden. Ferry, logische vraag. Hoe is het ermee op het ogenblik? Ja, gaat goed. Ik ben positief gesteld. Dus ik ben nu redelijk ver mijn revalidatie. Ik mag nu eigenlijk vooruitkijken naar de toekomst. Daar ben ik wel blij mee. Hoe fijn is het om te kunnen revalideren hier in Nederland? Ja, dat is heel fijn. Want kijk, je eigen omgeving gewoon. Je eigen, de mensen om je heen. Kijk, daar is het ook gewoon goed. En dan heb je ook je mensen natuurlijk die je kent en alles eromheen. Maar als je ergens dicht op een groep zit met zo'n blessure, dan hoor je ongeduldig. Ik ben nu ook ongeduldig, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik heb wel zoiets van... Ik vind het lekkerder om lekker weg van de groep te revalideren. Dat ik dan af en toe naar Swans toe ga om te gaan kijken naar de spelers, hoe ze spelen. Even een beetje bijbabbelen. En dan weer terug gaan om verder te gaan. Daar ben ik een voorstander van. Rob, jij hielp Ferry Bodde de eerste keer bij zijn revalidatie. Toen het vlak daarna weer misging, wat ging er toen door je heen? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je maakt wel eens momenten mee in de voetballerij. Maar als je natuurlijk één op één met iemand werkt en je bent zo intensief met iemand bezig. Dan dat gebeurt, ja, dat is toch wel vervelend. Had je niet het gevoel van, hebben we misschien iets verkeerd gedaan? Is het misschien te snel begonnen? Nee, we hebben deze keuze bewust gemaakt. En samen dan met die chirurg, want ik ben natuurlijk geen chirurg. Maar die heeft ook tegen mij gezegd, joh Rob, wat nu verstandig is dat hij niet geopereerd wordt en dat we hem optrainen. Want hij had toch wel een behoorlijke achterstand in training. En van daaruit hou je altijd wel een risico. Maar ja, het zag er eigenlijk zo goed uit toen dat hij zegt van nou, volgens mij gaat het ook lukken zonder operatie. Maar dat is helaas niet gebeurd. Maar ja, goed, de energie en de tijd wat we er toen hebben ingestoken, dat krijgen we nu wel dubbel en dwars terug. Hoe moeilijk is het mentaal om je dus voor zo'n tweede keer naar zo'n blessure weer helemaal te focussen op een rentree? Nou, ik ben daar wel heel nuchter in hoor. Ik ga niet in een put zitten of zo. Toen het gebeurde de laatste keer, toen had ik even iets van balen, weet je wel. Maar daar moet je niet te lang mee zitten. Kijk, je moet vooruitkijken. Er zijn ook nog andere dingen dan het voetbal. Hoe staat hij er nu voor? Ja, goed, als ik kijk, ik ben natuurlijk geen fysio, maar als ik kijk en als ik hoor van de berichten van de chirurg hoe die knie eruit ziet en hoe de stabiliteit. Ja, dan is dat gewoon, dan is dat niet, laat ik het zo zeggen, dat geeft een heel goed beeld. En als hij weer zo fit kan worden als wat hij toen was. De eerste keer dat we het hebben opgetraind, als je dat bij elkaar zet, dan heeft hij een hele grote kans dat het gaat slagen. Ja, dus terugkomen op topniveau, ondanks twee zware blessures, dat is gewoon mogelijk. Nou, ik zeg altijd voor hem wel. Ik ken hem natuurlijk goed. Ik heb hem daar ook weer zien spelen. Hij heeft één heel groot voordeel. Is dat hij gewoon echt heel erg goed kan voetballen. Ik vind dat hij echt heel goed is. En dat hij in de jaren misschien hier in Nederland niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. En een kwaliteit is dat hij fysiek gewoon goed in elkaar zit. En dat ik denk dat hij dat niveau zeker weer aan kan. Hoe lang loop je contract nog bij Swansea? Ik heb nu nog een tot einde van dit jaar. Maar we zijn een jaar overeengekomen extra, dus dat is positief. Dus jouw toekomst ligt, de nabije toekomst ligt in ieder geval nog bij Swansea? Ja, klopt. Wanneer hoop jij je rentree te maken of wil je daar nog niet aan denken? Ik zou er wel aan willen denken, maar wanneer kan ik niet precies zeggen. Het is continu een... we moeten het van week tot week bekijken. En als ik het zo bekijk, ik zal dit seizoen nog wel in actie komen. Dat is het enige wat ik wel weet. Maar wanneer kan ik echt niet zeggen. Dat is echt voor mij is het een raadsel. En als ik... Nou, dan ga ik, zeg ik dingen dan, waar ik later van op terug moet komen. Dat zou in balen wezen. Nu tijd dan voor het zondagvoetbal. Veel wedstrijden werden alsnog afgelast. Haaglander Voetbaltotaal koos voor het duel aan het Kleinelo tussen Vuk en Wilhelmus. Na afloop van het duel sprak Pieter Donat met de beide trainers Toon Braakes van de Vuk en Harold Tjade van Wilhelmus. Dus het veld heeft in jouw ogen wel een behoorlijke invloed gehad op de wedstrijd?
Nou ja, ik denk dat wij normaal gesproken wel een beter positiespel zouden kunnen spelen. Alleen, we hebben het niet gedaan, we hebben het ook niet gewild. Fuk probeerde het wel, deed het ook, maar eigenlijk kwam daar ook weinig van terecht. Want het veld leende zich er nou eenmaal niet voor. Ik vond het veld heel goed bespeelbaar. Ik vind, er liggen geen ijsplaten op het veld, er zitten geen harde punten in het veld. Het is gewoon een goede grasmat waar je één nachtje vorst hebt gehad. Ja, als we dit soort velden af gaan keuren, dan kunnen we heel weinig spelen. En dan blijven alleen dadelijk de kunstgrasvelden over en die zullen dan een aantal wedstrijden weglopen. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Een veld, als het goed bespeelbaar is zoals dit vandaag, moet je gewoon voetballen. Eigenlijk de twee counterdoelpunten in de eerste helft komen toch uit tactiek voort. Ja, nou ja, de eerste niet. Hè. Dat was gewoon uit een standaard situatie. Dat Jerry Palsgaam inschoot. Eigenlijk ook een rebound doelpunt. En die tweede was wel puur vanuit de reactie. En ik denk dat op dit veld de ploeg die de ideeën moet bedenken het meest in de problemen komt. Fuk was de beter spelende ploeg de eerste helft en toch 0-2 achter. Nou ja, het was natuurlijk al vrij snel de 0-1 vanuit de hoekschop die niet goed weggewerkt wordt. Als die bal gewoon weer naar de zijkant gaat, dan is het geen enkel probleem. Nu blijft de bal gewoon de 16 liggen. Ja, je geeft er een kans weg die heel simpel binnengelopen kan worden. Die tweede bal, dat is een counter waar we gewoon in de counter afgestraft worden. Ja, terwijl je van tevoren wist, dat is het spelletje wat Helmers graag speelt. Dus dan moet je zorgen dat je altijd voldoende mensen hebt in de positie die dat eruit kunnen halen. Met de rust 2-0 voorstaan en dan na een kwartier 3-2 achter. Ja, dat klopt. Dat is eventjes schrikken natuurlijk. Hè. Na 21 minuten was het trouwens, scoorden zij de 3-2. En hadden we eigenlijk zelf niet verwacht. Hè, want we slaakten harde kreet uit in de rust van die voorsprong gaan we niet meer weggeven. Maar ja, het gebeurde toch. Tweede goal van Helmers, van Fuk, waarin Verstraeten de bal wat loslaat doordat hij stuiterde over de grond vanwege het harde veld. En Achterberg kon inkoppen. Wijt jij dat aan het veld? Nee, want als je in de voorbereiding speelt heb je ook wel eens hele droge velden en ook harde velden. En springen die ballen ook wel eens op. Ik denk dat je als speler altijd rekening moet houden met de omstandigheden. En ja, dan kan het wel eens gebeuren dat zo'n bal wegspringt. Dat kan. Binnen 20 minuten was de 0-2 omgebogen naar 3-2 voor. Ja, nou ja, dat is heel goed. Ik had ook wel het gevoel, als we ernaast zouden komen, zouden we er ook overheen kunnen gaan. En dat gebeurde ook. Alleen wat je dan ziet, dat is toch misschien een beetje van de voorgaande weken geweest. Dat je komt voor en er slijpt wat onrust in de ploeg. Terwijl je op dat moment de rust moet blijven houden, vanuit de positie moet blijven spelen. En gewoon denken, nou oké, Helmers moet nu komen, want je staat 3-2 voor. En ik kreeg het idee dat een hele hoop spelers bij mij dachten van, nou ja, we kunnen 4-2 maken, we laten lekker op zoek gaan naar die 4-2. Nou, ik denk dat dat eruit moet. Hè. Bij een voorsprong moet je heel anders gaan denken als bij een achterstand. En dat hebben we niet goed gedaan. Dan sta je op een gegeven moment met 3-2 achter. Dan is het nog eigenlijk prettig dat je met weer een counter 3-3 maakt. Ja, we hadden Brian Moe natuurlijk nog achter de hand gehouden. En die zetten we in en die geeft een hele slimme steekbal. En met Jero Tellis hadden we vandaag gewoon een hele doeltreffende spits. Die wil net zo makkelijk lelijke doelpunten maken. Want die derde punten die volgen mij nog een beetje. Nou, die 3-2 voorsprong, die 3-3, was natuurlijk een ontzettende teleurstelling ook voor jou. Ja, want ik zeg al, je had het gevoel, als je ernaast komt, dan ga je er overheen en dan kan je verder weglopen. En dan moeten we de rust bewaren. Hè. Dan moeten we eigenlijk gaan denken van, oké, we hebben 3-2 hebben we nu. Nou, oké, laat Helmers nu de risico's maar gaan nemen, waardoor wij wat meer ruimte krijgen. En wij eigenlijk wat meer vanuit die counter kunnen gaan spelen. En dat hebben we niet goed gedaan. En met een terugblik op het zondagvoetbal zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.